Om op de vraag te beantwoorden wat contrapunt is, moeten we teruggaan naar de 15e en de 16e eeuw, waar het contrapunt de techniek was die gebruikt werd om polyfonie te schrijven. Polyfonie is een stijl en die wordt gemaakt, gevoed door het contrapunt. Wat is contrapunt? Contrapunt is het combineren van twee of meer melodieën die tezamen worden gecomponeerd, gezongen, rekening houdend met een aantal regels. En nu is het typische voor de 15e en de 16e eeuw. En hoe weten we dat? Wel, we weten dat door voornamelijk twee heel belangrijke muziektraktaten. De ene in de 15e eeuw geschreven door Tinctorius. In de tweede en de 16e eeuw door Glarianus. Met die twee figuren die enorm gedetailleerd beschreven hebben over de muziek uit hun tijd, die ook zelf persoonlijk bevriend waren met componisten, trouwens, en met het repertoire. Die beschrijven onder andere wat het contrapunt is en waaruit we kunnen afleiden wat die techniek geweest is. Het is zo dat een van de basiselementen, en dat gaat ook een van de basiselementen zijn van onze drie concerten bij Amuse hier, is dat die melodieën die gemaakt worden meestal geconstrueerd zijn op één lange, langzame melodie die meestal in de tenorpartij, maar lang niet altijd, genomen wordt. Dus een bestaande melodie die in lange noten wordt uitgerokken en op die noten wordt het contrapunt geschreven van de verschillende stemmen. In het geval van tweestemmigheid bijvoorbeeld is er dus die ene lange lijn waarop één stem is gecomponeerd. En zo verder tot 3, 4, 5, ja, tot zelfs 8-stemmigheid werd die techniek gebruikt. Hè? Toch nog zeggen dat deze techniek is afgeleid van een onderricht van onderwijs van de zangers, van de jonge zangers die later componist zouden worden. En dat is een techniek die men noemde contrapunti alla mente. Een van de basiselementen in de opleiding van de zangers en de componisten dus in die tijd, zowel in de 15e als de 16e eeuw, is op een heel lange melodie die genoteerd staat, om daarop geïmproviseerd met de technieken en met de regels in het hoofd een melodie op te bouwen op die lange melodie. Het summum van onderricht was dat men een melodie neemt in lange notenwaarde, maar dat men die niet speelt of zingt, maar enkel maar in het hoofd heeft. En dus hoor je een stem zingen die in gedachten, in feite is die melodie in lange notenwaarde aanwezig, maar klinkt niet. Het enige wat klinkt is de improvisatie die rekening houdend met de regels daar een melodie opbouwt. Dat is eigenlijk een basisopleiding voor de zangers in die tijd geweest. En de technieken van polyfonie, dus het contrapunt waarover dit programma gaat, hè, is dus eigenlijk, men zou kunnen zeggen, een soort neergeschreven foto van die technieken van het improviseren. En in ons geval, de programma's die wij brengen, zou je kunnen zeggen, soms zeggen de zangers dat ook, dit klinkt bijna als geïmproviseerd contrapunt. Ja? Bekende technieken, tertsbewegingen, sixbewegingen. Als de melodie langzaam stap voor stap naar boven gaat, kiest de componist, een gemakkelijke oplossing overigens, een kort thema wat op die noot past. En telkens, als die noot hoger gaat in de cantus firmus, gaat hij met die sequens mee naar boven. En zo krijgen we, en dat zal het publiek ook horen, Brummel was daar een meester in,
zolang die melodie stijgend is, om dat thema, die korte sequentie, mee te laten gaan naar boven. Dat waren typisch eigenlijk elementen waaruit bleek dat de componist die dit neerschreef, wel helemaal het stadium en het bad had meegemaakt van het geïmproviseerd contrapunt. Er zijn dus een aantal regels waar de zanger zich moest aan houden. En die regels zijn niet zozeer ritmisch. De componisten zelf maken het wel gecompliceerd genoeg en interessant en boeiend genoeg om dat melodisch ritmisch gestalte te geven. Er waren basisregels voor de harmonie. Wat klinkt tezamen? En wat mag en wat mag niet? Maar dat mag men niet vergelijken met de harmonieregels van het barok en daarna de romantiek en zo verder. Het gaat niet over akkoordenopeenvolging. Het gaat erom, als een melodie van toon verandert, die langzame noten, als een andere toon, het volgende moment waar de brevis opvalt, waar die eenheid opvalt, waar die noot op verandert, die moet consonant zijn. Dat is een van de basisregels. Maar ze mag dissonant zijn, maar dan moet ze oplossen de volgende noot, de volgende semibrevis, moet oplossen een aantal regels volgend. Hè. De volledige, niet vergeten dat de grote consonanten in die tijd waren de quint en het octaaf. Ja. De terts komt pas veel later als consonant. Dus als Brummel met zijn melodieën op een eerste tijd, op het begin van een brevis, op een terts uitkomt, dan moet hij die oplossen, want dat is een dissonant. Dat zijn een aantal regels. Maar voor de rest is het vooral de rijkdom van het gebruik van melodieën die zich ontwikkelen, die herhaald worden, sequenzen, dikwijls ook in syncopevorm. Dus dat ze niet de melodie die hij maakt op de gekende melodie niet ritmisch samenvalt, wat tempo betreft samenvalt met die noten, maar steeds later of vroeger komt. Dus dat kweekt natuurlijk een zeer groot spanningsveld in de opbouw van die melodieën. Hè. Dus dat zijn allemaal elementen die meespelen en die dus toegepast worden wanneer een componist een stuk, een contrapunt, dus polyfonie, schrijft in de 15e en de 16e eeuw. Niet alle stukken natuurlijk, ik schrijf het niet vooral over sacrale muziek. De wereldlijke muziek kent deze techniek van melodieën bouwen op een bestaande melodie nauwelijks. Dat zijn meestal onafhankelijke melodieën. Het is in de geestelijke muziek alle missen, alle motetten, de magnificats en zo verder. Dus zeg maar 75% van het repertoire, zeg maar. Die zijn gebaseerd op deze contrapuntregels.